In het geval dat browser-APIs toch te beperkt zouden zijn om bepaalde applicaties te ontwikkelen, kan ook gebruik gemaakt worden van browser-extensies. Nu, het ding is, browser-APIs worden altijd ontwikkeld om heel specifieke dingen te doen. Dus die worden op die manier gestandaardiseerd. Nu, omdat die gestandaardiseerd zijn, zijn die APIs of zouden die APIs in alle browsers er hetzelfde moeten uitzien. Dus als je een applicatie ontwikkelt, wordt deze dus altijd op dezelfde manier uitgevoerd als je deze APIs op een correcte manier aanroept. Nu, voor bepaalde soorten toepassingen schieten deze browser-APIs nu eenmaal tekort. Als je bijvoorbeeld denkt aan tools om je password manager aan te roepen, bepaalde advertentieblokkers, applicaties om aan time-tracking te doen enzovoort. Daar zijn browser-APIs typisch iets minder goed in. Dus daarvoor hebben wij eigenlijk browser-extensies nodig. Nu, die browser-extensies laten ons toe. Alleen aan de hand van browser-extensies kan je eigenlijk veel meer functionaliteiten van de browser gaan manipuleren. Er zijn hier dus in de praktijk veel minder beperkingen op ten opzichte van die browser-APIs. Nu, het ding is ook, vroeger bij de eerste webbrowsers waren dergelijke browser-extensies eigenlijk typisch populairder dan momenteel. Want vroeger had je niet zoveel APIs, dus als je iets geavanceerd zou doen, moest je eigenlijk veel sneller teruggrijpen naar de ontwikkeling van dergelijke extensies. Terwijl nu hebben we al heel veel APIs die browsers aanbieden. Dus hoe meer APIs er worden ontwikkeld, gestandaardiseerd en toegevoegd aan browsers, hoe minder browser-extensies we typisch nodig hebben. Nu, ik wil nog eindigen met deze screenshot hier, waarbij je een browser kan zien, een typische webbrowser rond die in het jaar in de jaren 90, begin de jaren 2000 soms gebruikt kon worden, waarbij je kan zien dat er een heleboel extensies geïnstalleerd staan, hier in de vorm van verschillende zogenaamde toolbars. En die toolbars hebben heel veel overlappende functionaliteiten. Je ziet hier een stuk of 10 zoekbalken die elk verwijzen naar verschillende zoekmachines. Maar gelukkig zie je dergelijke browsers tegenwoordig niet meer veel voorkomen. Nu, dat brengt ons tot het einde van deze videoreeks over webbrowsers, waarbij we gestart zijn met eerst het kijken naar de historie van webbrowsers, dus hoe we gegaan zijn van de allereerste webbrowser naar de moderne webbrowser. Daarna hebben we ook een high-level overzicht gezien van de architectuur van hoe moderne webbrowsers eruit zien. En dan hebben we elk van deze componenten van de architectuur en wat meer detail toegelicht. Hierbij zijn we gestart met de navigatie van moderne webbrowsers. Dan hebben we gekeken naar de critical rendering path, om de visualisatie te doen. Dan hebben we ook gekeken naar interactiviteit aan de hand van JavaScript. En we zijn geëindigd met browser APIs en browser extensies.